Guinness. Want Guinness kan weer kwispelen. Maar dat was na het eten van een van de gifbrokken wel anders. Dat was vrijdagavond wel anders helaas. Vrijdagavond is hij, nadat ik mijn tuin uitgebreid gecontroleerd had, omdat ik gehoord had dat er hier gifbrokjes over de schutting werden gegooid, is hij naar buiten geweest na een minuut of vijf en binnen 20 minuten was hij dood en doodziek. Echt doodziek. De hond begon heel erg te kwijlen, was versuft en moest tientallen keren overgeven. Joyce heeft een van de gifbrokken bewaard. Dit heb ik weliswaar fijn gekauwd natuurlijk, uit zijn overgeef kunnen halen. Het lijkt een soort beton, zeg maar, en de andere brokken precies hetzelfde. De brokken lijken alleen in de tuin te worden gegooid bij mensen die honden hebben. Dat maakt het ook heel eng. En het is natuurlijk niet alleen je honden die in de tuin komen, we hebben ook kinderen. Die kunnen dit ook gaan zien als iets wat ze kunnen pakken of eten. Ja. Ik vind het gewoon een heel eng idee. De gifbrokken liggen niet alleen in tuinen, maar ook op uitlaatvelden en bij speeltuintjes. Ja, dat het een serieus probleem is hier in Drunen, dat blijkt wel. Want als wij hier een paar minuten op dit veldje hebben rondgelopen, hebben wij al verschillende van die vermeende gifbrokken gevonden. Ja, een enge gedachte lijkt me als je zo je hond uitlaat en overal kan iets liggen. Ja, zeker s'avonds als het donker is, hè? Dan zie je het niet meer en toch moet je hond eruit. Wij hebben zelfs de optie in ons genomen waar we aan lopen te denken om hem gemuilkorfd uit te laten. Het is niet een hond die zomaar iets eet, maar ja, de schrik zit er gewoon zo erg in. De dierenpolitie onderzoekt de brokken. De hondenbezitters wachten in spanning af. Je kunt een hekel hebben aan honden, je kunt een hekel hebben aan hondenpoep, maar dan nog ga je dit niet doen.